We lopen hier rond op de Weide van Doer en we komen al een beetje nuchterder de mannen tegen van Foxylijn. Hallo, hoe was Doer tot nu toe voor jullie? Ja, hoe? Echt? Max. Ja, we hebben het juist gezien hè, na de show. Het was, nu zijn we wat bekomen. En, Jullie hebben nooit last van een ochtendhumeur? Nee, ja, echt niet. Jawel. Last van ochtendhumeur, hè? Ja, ik heb nog niet echt super erg kater gehad. Maar ik zeg nu door. Voilà. Jullie hebben nooit last van? Nee, maar dat laten we thuis. We hebben thuis wel last van, maar niet als we moeten spelen. Ik heb een briefje mee, omdat ik heb daar straks een citaat gegeven. Ah, spieken, hè? Ik ga het citaat helemaal voorgelezen. Kijk, als Doer garant staat voor seks, drugs en rock'n'roll, dan is deze feestbende meer dan wie verantwoordelijk voor de nodige porno-vibes. Vinden jullie dat ook? Ja, we vinden dat wel. Ja, het zou wel. Dat spreekt voor zich, hè. Kom even naar de show en... Heeft dat te maken met de teksten van jullie nummers? Of heeft dat te maken met hetgeen wat jullie uitstralen op podium? Ik denk hetgeen dat we uitstralen op podium. Man, hè, als je shut up bitch zegt... Maar ja, kijk, dat heeft wel een vrij porno karakter in feite. Maar niet alle teksten zijn zo. Jullie vriendinnen waren mee. Was dat een verstandige zet eigenlijk om die mee te nemen? Nee, we hebben geen vriendinnen. Hè. Dat zijn... Dat zijn seksboezen die we daarnet zo opgepikt hebben. Ja, dus zo hey. Dus rock and roll, zo gaat dat. Hè. Zo gaat dat, dat is waar. Jullie hebben een eigen studio gebouwd in Gent. Er waren er nog geen genoeg. Of hoe komt dat jullie dat zelf gedaan hebben? Nee, maar dat is leuk. Jeroen en ik werken als producers ook. En dat is gewoon leuk voor zelf bij ons thuis te kunnen werken. En juist daarom, en voor ons plaat, voor Foxylijn en zoveel studios zijn er niet, hoor. Hè. En je hebt oftewel de enorme dure en de very low budget. En wij zitten daar zo wat tussen. Jullie eerste plaat is nu uitgekomen, hoe noem je het? Nee, ze is nog niet uitgekomen. Nee. Wanneer mogen ze verwachten? December. Ja, december, januari. Ja. Jullie hebben al op Pukkelpop gespeeld en op Doer en jullie hebben nog geen eens een plaat. We hebben een beetje uitgebracht, een maxi uitgebracht voor zo wat... En dat heeft... We hebben er al vrij veel. Wel, het zit zo... Dank je wel. Je hebt trouwens heel maffe botten aan. Kunnen we eens beeld krijgen van de botten? Wauw. Dat is om speciaal, we hebben zo'n speciale basdrum en dat kunnen alleen maar met dat soort schoenen bespelen. En ja, echt, dat is de max. Echt. Inklikken op die pedaal, hè? Dat zijn zo van die snowboard dingen. Zo. Wie heeft er allemaal meegewerkt aan jullie nieuwe plaat? Goh, in feite Hans en Band dan sowieso. En dan hebben we een paar externe mensen, Stefan Messegers, de drummer van Davis. Dan François de Meijer van Soapstarter en nog zo'n paar andere, de Chemical Brothers, Daft Punk. Hoe komt zo'n samenwerking tot stand eigenlijk? Is dat elkaar tegengekomen op Poplife? Wij kennen elkaar gewoon al vrij lang en dat volgt gewoon, we hebben de studio en wij jammen en wij spelen en we hebben een goede vibe samen en dan komt dat daarvan. Dus, en dan werkt dat. Ja. Over Poplife gesproken, jullie hebben er al een paar keer gespeeld. We zijn eigenlijk zelfs bijna de houseband van Poplife, maar dat zei je? Vrij heren, Henter. Maar jullie hebben een sterke live reputatie. Hè? Wat is jullie geheim? Gewoon een energie, echt wel. Ja, ik denk dat we het gewoon vrij graag doen. Dat is het gewoon. Het enthousiasme. Ja, ik zie veel bands dat ik wel zoiets heb van wijze muziek, maar... Allee, je komt een keer uit je kot. En bij ons is dat de chemie tussen de gasten. Maar in feite zijn we zo wat kleine kinderen. Allee, het is echt zo van, de komaas. Ja, want jullie sekspoezen dan, want ik mag de term vriendinnen niet meer gebruiken. De sekspoezen die is de juiste spice geven. De power behind Foxylijn. Ja, nee, maar toch. De botten en de sekspoezen. Botten en de sekspoezen. Nee, ze hebben een heel cool verhaal verteld, waar ik eigenlijk wel jaloers op ben. Het schijnt dat jullie een telegeleid vliegtuig kunnen hebben. Dat is om onze tijd te doden in een backstage. Dat hebben we allemaal zo'n vliegtuigje. Maar hier is te veel wind vandaag. Daarmee konden ze niet meepakken. Dat is echt maar rondvliegen. Ja, en, dan zitten ze zo met ons vijf zo gewoon te spelen. Dat is echt... Hit het dit! En op de parking van een Aldi. Ja, en dan vliegt hij weg. En al, we zijn al veel meer met ons vliegtuigjes bezig geweest dan met de muziek in feite. Maar wel wijs. Jullie bassist, want jullie hebben pakjes allemaal. Je hebt mooie t-shirts aan. En hadden witte pakjes aan, maar jullie bassist had geen pakje aan. Hoe kwam dat? Nee, maar Jan komt altijd met zijn motto naar de optredens. En met zo dat warm weer en al, hij raakt daar dan niet uit. En dan mee, wat doet hij dan maar gewoon aan? Ik raak daar niet uit, maar jij zei, ik raak daar niet in. Dat lijkt mij een interessante verhaal. Is hij te zwaar ervoor? Ja, hij raakt er niet uit. Is mij dat hij erin zit, groot hij er niet meer uit. Zijn vriendin heeft verteld dat hij ooit eens een optreden gegeven heeft met zijn broek wagenwijd open. Klopt dat?
Ja, ik pijs het wel, maar dan moet dat naar. Maar dat was omdat zij daar stond. Hij wou nog een keer off show off kennen, altijd. Ja. Te pas en te onpas, altijd zijn Piet boven. Maar, ah ja, rock and roll, hè. Hartelijk dank voor het interview. Wat gaan jullie nog zien eigenlijk vandaag op Doer? Hotchip, the Rapture. Clap your hands, say yeah. Clap your hands, say yeah. En Goose. En nog eentje, hè. Maar dat is misschien te laat. Digitalism, maar dan misschien dat we dan al... Ja. Maar dat ben dat al een paar keer gezien. Maar dat is ook vrij wijs, vind ik. Vinden we wijs, ja. Wel, dan gaan wij samen met jullie daarnaar kijken, want wij hebben al die optredens gefilmd, of interviews met al die mannen. Dus... Ja, de Max. Kijk er al naar uit. En we komen misschien elkaar nog tegen. Okay, hartelijk bedankt voor het interview. De tweede van Foxy Lane is net voorbij en het was echt stormend. De tent dampt nog steeds. Bij mij staat hier de gitarist. Jo. Hoe was het voor jullie? Wacht twee minuutjes. Ik ben even... Het was zwaar. Het was de max. Jullie geven zich volledig. Ja, geen ochtendhumeur voor jullie, want het is echt nog vroeg. Dat mag niet. Jij zorgt altijd. Jij is zo spirit control en de vibe control master. En als er iemand bad vibe heeft, dan wordt hij ontslagen eigenlijk. Ja, zo gaat dat. 35 keyboardspelers geprobeerd en nu, ik ben blij gelijk, hè? Nee? Ze zijn tight nu en nu kunnen ze. Over vibes gesproken, op de site van Doer staat dat jullie verantwoordelijk zijn voor de porno-vibes van het festival. Porno-vibes? Ja. Dat heb je niet gezien. En al die blote tieten niet gezien. Ah ja, je hebt ons gefilmd, het publiek niet gefilmd. Nee, ik heb hier met die dames die hier langs de kant staan gebabbeld. Stom, we babbelen toch niet meer de meisjes van de groep? Moet daar eens aan, hoor. Als de groep aan het spelen is, hebben die meisjes niets te doen. Dat willen zij zeggen. We hebben, Maren ook een leuk interview. Die hebben ons een paar ideeën gegeven voor vragen. Waaronder de tekst Shut Up Bitch. Dat ze vragen zich af voor wie precies dat zijn nieuwe tekst. Het is gewoon voor haar. Het is simpel. Het is voor haar, het is voor mijn maat. Is... Nee. Mooi, kijk, we gaan jullie nog laten uitblazen, maar we zien jullie straks terug voor een rustig interview. Geniet nog voor de rest van Doer. Gaan jullie nog iets zien eigenlijk tot dan? Ik heb de Rapture en Dingske Hot Chip, de Rapture. Clap your hands, say yeah, is ook wijs. Ja, dat is ook schoon. Ja, het is wel een mooie line-up, hè. Maar we zien jullie straks nog terug. Oké, okay. Geniet er nog van. We hebben net een fantastische set gezien van de Fixkes. Het publiek is nog steeds dol enthousiast aan het roepen. Hoe was het op podium? Het was hier heel leuk op podium. Is Doer groter dan je gewoon bent? Of zijn het ondertussen al een beetje gewend van in zo'n zaal? Dit is sowieso wel het grootste dat we tot nu hebben gedaan, denk ik. We hebben al wel voor veel volk gespeeld, maar dan niet in die mate. Dat zijn 6 podia en zoveel duizenden mensen. Dus als we al voor veel volk hebben gespeeld, dan was dat echt wel één locatie. Dus dit is wel het grootste. Heel veel van jullie nummers gaan over graag zien. Is er een vrouw waarvoor dat al die nummers geschreven zijn? Is er iemand die zich zo gelukkig mag wanen? Ja, maar ze gaan niet allemaal over graag zien, dus ik weet het niet. Maar toch veel nummers gaan veel over. Wel, ja, veel wel, ja. En er is één specifieke vrouw? Ja. Oh, dat is mooi. Ik hoop het. Jullie hebben geweigerd van om 10 op te zien te spelen. Was dat een strategische keuze? Nee, strategie was niet eens een optie. Het was gewoon gevoelskeuze. Ik snap dat moet gebeuren, maar ik voel me niet geroepen om voor een publiek dat op commando klapt en dan playbacken of desnoods sliepen. Ik weet dat niet. Ik zal het nog wel doen misschien, maar ik voel dat niet. Ik voel het niet. En jullie zijn dan gezakt in de playlist. Is dat een gevolg daarvan? Dat te vermijden had kunnen zijn? Of is commercieel succes niet zo belangrijk voor de Fixkes? Ik weet niet wat de gevolg is. Ik denk dat sowieso, het was al zoveel weken, dat het moest wel zakken. Als het wel een gevolg is, dan is dat maar zo, want het is inderdaad commercieel succes. Graag, hè, natuurlijk, maar ik wil me vooral amuseren in eerste instantie. Ja, en dat lijkt ook zo op het podium. Jullie waren echt aan het stralen vanavond. Je werd gelukkig, hè, vanavond? Absoluut, absoluut. Maar vanavond was geen uitzondering. Het zijn gewoon 5, normaal gezien 6, maar vandaag 5 vrienden. Hoe lang zijn jullie eigenlijk al bezig? Van november 2005. Dus het is eigenlijk allemaal heel snel gegaan. Ja, het is heel snel gegaan. En hoe komt dat? Is dat pure talent? Want anderen moeten werken. En bij jullie gaat het zo vanzelf? Ik weet het niet. Het nummer is gewoon heel snel. Dus de enige single die we uit hebben, dank Vraag het aan, is direct opgepikt en dan ging alles vanzelf. Ik weet het niet. Ja, geniet maar van uw succes en hartelijk bedankt voor het interview. Dat is graag gedaan. Merci.